Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast en dat is Yvonne Sonstolk. Yvonne, van harte welkom. Lijsttrekker van het CDA. Correct. Dat is een verrassing. Ja, dat was inderdaad een verrassing, ja. Hoe is het zo gekomen? Vertel. Op 30 november hebben de leden gestemd rondom onze kandidatenlijst. En daarin is er ook gestemd voor de nieuwe lijsttrekker. En dat ben ik geworden. Hoe is ook dat, voor mij een verrassing. Hoe gaat dat proces? Je hebt de leden, ja. Zijn leden van het CDA en Tiel. Ja. Hoeveel mensen zijn dat? Ongeveer. Nou, op de ledenlijst staan er toch over de 100, als ik me zo eventjes aan mijn hoofd zeg. Nou, daarvan is dan gemiddeld zo'n 40% is dan wel aanwezig op zo'n ledenvergadering. Ik geloof dat we met een groot aantal waren. En die stemmen dus voor de lijsttrekker en daarna wordt de kieslijst vastgesteld. Goed, was best wel spannend hoe dat allemaal gelopen is. Ja. Eerst was het de lijst zelf. De lijst zelf, ja. Dus dat zijn dan mensen die zich kandidaat stellen. Ja. En daar was jij er één van natuurlijk. Dat was er één van, ja. Die is samengesteld en ik ben op plaats 2 gezet. En de nummer 1 was? Was Tom van Oosten. Oké, de huidige fractievoorzitter van het CDA. Ja, en natuurlijk Arjan Sijpkes zit ook in de raad. Welke mensen stonden daar nog meer op? Arjan Sijpkes op plaats 3. Tjakko van Eijnat op plaats 4. Henk-Jan van der Munnik op plaats 5. Op 6 een nieuwkomer, Jeanette Vermeulen, een hele goede dame die ook van Wanten weet. Op plaats 7 Bert Roelofs. Op plaats 8 is dat uit mijn hoofd gezegd, dat was Bart van den Berg. En zo al, ja. Maar goed, je moet je eerst kandidaat stellen. Je moet je eerst kandidaat stellen. Opvallend op die lijst is dat Henk Driessen, de huidige wethouder, daar niet op stond. Correct. Hoe zit dat? Nou, Henk heeft aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn. Hij wil dat proces ook heel zuiver houden door niet op die lijst te gaan staan. Want ja, anders hou je kiezers een worst voor die je niet waar gaat maken. En ja, daar blijft hij verre van. En dat kunnen wij alleen maar waarderen en respecteren. En wat gaat Henk doen of weet je dat niet? Geen idee. Nee, hij heeft aangegeven wel betrokken te willen blijven voor de politiek. Ook in de campagne zullen we hem terug gaan zien, maar hij is niet verkiesbaar. Kan het nog zijn dat hij op de een of andere manier terugkomt uiteindelijk? In de campagne zeker. Ja. He, en, als lijstduwer? Nou nee, niet als lijstduwer, want hij staat niet op de lijst. Nou oké, okay. Maar goed, ja. Wel om aan te geven, CDA Tiel. CDA Tiel, precies. Ja. En je moet je ook voorstellen, het is een persoon geweest die 28 jaar in de Tielse politiek heeft gezeten. Ja, dan kun je spreken van een icoon. Precies. Ja. En dat een markante verschijning. Dus ja, dat is natuurlijk altijd jammer als zo'n persoon zegt van ja, ik neem afscheid van de kandidaatstelling. Nou heb je duale bestel, hè? Dat betekent dat zeg maar een college anders kan beslissen dan dat de fractie wil. Ja. Maar jij hebt de afgelopen jaren, mede ook op het sociale domein, heel wat kritiek gehad op de wethouder. Dat klopt, natuurlijk. Juist omdat het duale systeem in werking is. En kijk, als raadslid ben je natuurlijk wel een controleur. Hè? Je controleert het college op de uitvoering van het beleid. En die rol heb ik heel serieus genomen. Heeft hij het nou goed gedaan als je terugkijkt? Als je alles op de keper beschouwt, ja zeker. Hij heeft op dat moment echt moeten roeien met de riemen die hij had. En daar hebben we allemaal moeite mee gehad natuurlijk. Dat geldt voor de hele ontwikkeling in de Tielse politiek. Mm-hmm. Sociaal domein, wat in het verleden in Den Haag eigenlijk werd bepaald. Jeugdzorg, WMO, dat soort zaken. Ja, is naar de gemeente overgegooid letterlijk. Ja, en dan zul je daarmee moeten dealen. Dus ja, daar lagen werelden op de weg die we met elkaar hebben moeten opruimen. Dus het is geen makkelijke job geweest. Als ik zeg twee honden vechten om mijn been en de derde gaat er mee heen, is dat dan van toepassing op het CDA en Tiel? Nee, dat denk ik absoluut niet. Nee. Waar ik op doel is natuurlijk, Tom van Oostrom heeft aangegeven van nou, ik ben de wethouderskandidaat. Dat riep hij 4 jaar geleden al, volgens mij 8 jaar geleden al. Ja, dat klopt. Die ambitie heeft hij 8 jaar geleden uitgesproken. Ja, jij hebt dat ook wel eens uitgesproken in het Koetshuis, dat correct. Je op termijn dat wilde ja. worden. Ja. De wethouder Henk Driessen, die is er dan zo dadelijk niet meer. Mm-hmm. En als een duveltje uit een doosje kom jij op nummer 1. De leden hebben dat bepaald. Nou, ik vind mezelf geen duveltje uit een doosje. Zo zou ik het niet willen zien. Ik ben een persoon geweest die vanaf het allereerste begin dat ik betrokken ben geraakt bij de Tielse politiek. Mij zeer dienstbaar opgesteld. Partijbelang gaat voorop, niet het persoonlijke belang. Dus een duveltje uit een doosje, zo zie ik dat niet. Nee, oké, okay. Maar je bent toch met me eens dat het uiteindelijk om de mensen gaat die het moeten doen. Juist. In die raad. En dat doe je met elkaar. Precies.
En je kunt voor de partij of voor de troepen uit gaan lopen, maar uiteindelijk is het de kiezer die bepaalt. En in dit geval waren het de leden die bepalen van nou, wij hebben graag, wij willen een dame op de eerste lijst. Ja, en dat ben ik. Ja, en hoe is en dat? Trots op. Hoe, ja, kan ook snappen. Ja. Hoe is dat proces gegaan? Weet je dat? Dat is gewoon een democratisch proces. Kijk, er worden kandidaten gesteld en de leden worden in staat gesteld om daar wat van te vinden. Ja, en die worden natuurlijk aan alle kanten gemasseerd op de achtergrond. Zo heb ik dat absoluut niet ervaren. Mm-hmm. Nee. Tom van Oostrom, wethouderskandidaat, is hij dat nog steeds? Nou kijk, laat ik het vooropstellen. Nu is het aan ons als partij om met elkaar die verkiezingen te gaan doen. Ik vind het echt niet kunnen dat je van tevoren al met elkaar afspreekt wie wat gaat doen. Dat kan gewoon niet. Dat is na 21 maart is dat aan de orde. Kijk, hij heeft een ambitie, dat weten we met elkaar. Daar is ook absoluut niks mis mee, daar is ook niks aan veranderd. Maar de focus ligt nu op de lijsttrekker. Maar elke partij heeft tot nu toe aangegeven, dit is de nummer 1 en dit is de wethouderskandidaat. Dat is ook duidelijkheid voor de kiezers straks. Dat klopt. Dat is ook zo. Maar dat CDA kiest daar dus niet voor? Het CDA heeft op 30 november een lijsttrekker gekozen en geen kandidaat wethouder gekozen. Nee, maar als fractie kun je duidelijk zeggen van nou, dat is onze wethouderskandidaat. Als fractie kun je dat zeggen, maar dat kan de fractie, de nieuw gekozen fractie, pas uit en daarna zeggen. Dan ja, heb je dat gewoon dat snap ik wel, ja. Precies. Maar... Dus er is niks veranderd aan de situatie voor de algemene ledenvergadering. Maar nou blijft er een beetje zweemhangen. Is hij nou wel de wethouderskandidaat, ja of nee? Op dit moment niet, maar dat kan na 21 maart kan dat totaal anders zijn. Ja. Maar dat kan ook iemand van buitenaf dus zijn. Dat kun jij zijn. Nou zijn we weer aan het inzoomen op zaken die nog absoluut niet aan de orde zijn. Kijk, waar ik voor wil waken is dat we nu al met elkaar alles in gesneden koeken aan de kiezers voorleggen. Dat is absoluut niet het geval. Maar als ik wel geïnformeerd ben, heeft Tom gezegd van nou, ik blijf die wethouderskandidaat. Ja, natuurlijk, dat mag hij ook zeggen. En op het moment dat de persoon Tom zeg maar slecht zou liggen bij het vormen eventueel van een nieuw college. Correct. Dan trek ik me terug. Correct. Helemaal helder. Ja. Daar is ook geen misverstand. En staat de fractie daarachter? Op dit moment, de huidige fractie heeft daar met elkaar over gesproken. Op dit moment, is het dan ook na de verkiezingen? Ja, dat kan ik toch niet zeggen. Ik weet toch niet wie of er... Of jij daarin zit, in die fractie? Nou ja, natuurlijk kijk, wel, want je bent de lijsttrekker. Ik ben lijsttrekker. Ja. Maar wie komt er dan op nummer 2, op nummer 3, op nummer 4? We hebben nog altijd mensen die in voorkeursstem in de raad kunnen komen. Ja. Dus ja, dat is echt kijken na 21 maart. Dus spreekt niet duidelijk uit dat Tom van Oostrom de wethouder zou kunnen worden. Precies. Nee, helder. De lijst. Die is dus bekend. Het programma. Waar gaan mensen op stemmen als het over het CDA-Tiel gaat? Mensen gaan stemmen op een partij die heel dicht bij de burger staat. Het CDA-Tiel is een burgerpartij. Mm-hmm. En als je dat afzet tegen de Partij van de Burgers, denk ik dat wij onder één moeten vallen. Wij zijn net zo'n burgerpartij als de Partij van de Burgers. Maar goed, je bent wel landelijk verbonden aan het CDA. Ja, maar wij zijn een landelijke partij op landelijk niveau, maar hier in Tiel een lokale partij waar wij onze eigen verkiezingsprogramma samenstellen. Maar het gedachtegoed van het CDA wordt daar toch wel, komt daar toch in naar voren? Dus een gedeelte van het gedachtegoed komt daarin naar voren, maar wel aangespitst en toegespitst op onze lokale politiek en op de wensen van onze mensen. Okay. En niet op de landelijke. De wensen van onze mensen. Precies. Wat zijn die wensen? Nou ja, goed, we merken allemaal natuurlijk in de afgelopen periode dat vanuit het sociaal domein heel veel gebeurd is. Nou, daar zijn we langzaam maar zeker, zien we dat uitgekristalliseerd. Nou, daar zijn nog wel wat handen aan de ploeg nodig om mensen te helpen en hen te ondersteunen. De zelfredzaamheid van onze inwoners, daar wordt heel veel nadruk op gelegd. Je moet die mensen wel in staat stellen om ook zelfredzaam te zijn. Mm-hmm. Vrijwilligers, de regelgeving rondom allerlei procedures. Waar vrijwilligers met burgerinitiatieven mee te maken hebben, dat soort zaken. Maar het wordt moeilijk, hè? Want het is moeilijk. Het potje geld is leeg. Precies, ja. Noem nog eens een paar punten op uit het programma. Nou, veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast ook de groene, het groene gedeelte van de stad. Want dat is bij alle partijen, dat is natuurlijk bij alle partijen zo. Precies, alleen de manier hoe je het gaat invullen. Ja, een schone stad, maar ook met name oog op onze inwoners. En we hebben allemaal in de media kunnen lezen dat er heel veel mensen eenzaam zijn, het moeilijk hebben in onze Tielse maatschappij.
En daar willen wij ook op focussen. Iedereen moet een gelijke kans krijgen. Als je kijkt naar, in de vorige aflevering had Thomas Steenkamp te gast, de oud-burgemeester van West-Maas-en-Waal. Ja. Die sprak dat eigenlijk ook al uit. Hè? De gemeenschappelijke regelingen in de regio, waar 10 of meerdere gemeentes aan verbonden zijn, of dat nou wel eens een goede ontwikkeling is en was, zette hij zijn vraagtekens bij. Hoe zie jij dat? Bijvoorbeeld als het gaat over de Avri, hè? Ja, nou ja, kijk, enerzijds, ik meen me te herinneren dat wij hier in een eerdere uitzending ook al eens met elkaar afgesproken hebben. Toen hebben we het over de GGD gehad, ook de gemeenschappelijke regeling. Kijk, enerzijds is het krachtig. Je kunt kijken waar je met elkaar de krachten kunt bundelen. Maar anderzijds word je als raad, dus het politieke orgaan die ook aan die touwtjes trekt, word je wel op afstand gezet. En dat maakt het eigenlijk dat wensen die je als gemeente hebt, als Tiel hebt, en die voor Tiel noodzakelijk zouden zijn. Ja, als lokale partij. Precies. Dat eigenlijk heel lastig erdoor te krijgen is. Omdat je met één een uitspraak doet en andere gemeentes van mening zijn dat dat niet passend is voor hun. Kan ik jou verleiden tot een uitspraak dat je zegt van terug naar de kern, terug naar de eigen gemeente? Nou ja, dat lijkt dan een ideale situatie. Zeker als je het gelopen proces met elkaar nog eens nader toelicht. Dan denk je van, het was toen veel beter enzovoort. Nou, daar zou je wat voor kunnen zeggen. Het was toen ook veel duurder. Dus ja, die ontvlechting, dat zou natuurlijk ook weer onbetaalbaar kunnen zijn. Dus ja, dat vind ik een hele lastige. Daar zou ik toch echt veel meer van de materie moeten weten. En nee, dan beter bijvoorbeeld gaan die geluiden op in de gemeente Buren eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Maar op andere punten dan dat het voor Tiel geldt. Ja, klopt. Maar uiteindelijk blijkt dus dat men eigenlijk helemaal niet zo tevreden is. Nee, dat klopt. Wij zijn ook niet tevreden natuurlijk met hoe het hier geworden is. En ja, daar zul je met elkaar moeten kijken hoe je hier tot een goede match kunt komen. Want het is een zootje in Tiel. Het is een rommeltje op straat. Terug naar de afgelopen 4 jaar in die raad. Dat is van alles beslist en van alles gerealiseerd. Hoe heb jij het ervaren? Ik vond het een bijzondere periode, moet ik zeggen. Ook waarin... Wat was er zo bijzonder aan? Nou, er is nogal veel gebeurd. Hè? Ik bedoel, dat is dan de landelijke politiek die van invloed is op het lokale, waar je hiermee te maken hebt. Mm-hmm. Dus ja, nogmaals, het hele verhaal, die overheveling van het sociaal domein richting de gemeente. Dat vind ik nogal wat daar gebeurd is en wat daar uitgekristalliseerd is en wat daar naar boven is gekomen. Dus in dat optiek vind ik het een heel bijzonder jaar. Ja, en in de raad zelf is er fijn samengewerkt? Ja, op meerdere vlakken ook. Natuurlijk merk je ook dat, naarmate de verkiezing naderen, dat mensen natuurlijk stelling gaan bepalen, hè, partijen bepalen stelling. Doet CDA zelf tuurlijk, ook? Tuurlijk, dat is ook dat is dat. Moeten we hand ook in eigen boezem. Vind je dat niet heel vervelend, hè, als je dat merkt dat er dingen voor de bühne geroepen worden? Hè, er hoeven maar een paar mensen op de tribune te zitten en ineens zie je mensen anders reageren. Ja, dat is lastig. Kijk, inside weet je zaken van nou, dat gaat er nooit doorheen komen en dan wordt er toch anders geroepen. Ja, zelf heb ik daar best moeite mee. Ik hoop ook dat ik niet in dergelijke valkuilen stap. Ik vind het heel erg belangrijk dat je de inwoners geen rat voor de ogen draagt. Draait, maar klaar taal spreekt en ook waar kunt maken wat je zegt. Hè? En als je van die one-liners roept waarvan je van tevoren al weet dat je die niet met elkaar kunt invullen, vind ik dat niet ver naar de inwoners toe. Dat is iets opwekken waarbij je misschien vriendjes kweekt, maar na afloop moet je dan zeggen, ja sorry, ik kan het niet waarmaken. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Dus daar probeer je ver van te blijven. De huidige coalitie. Je zit zelf natuurlijk in de fractie die we zelf het er eerder over gehad. Ja. Hebben ze het goed gedaan? Op hoofdlijnen? Op hoofdlijnen, ja. Kan ik alleen maar zeggen dat ze het goed gedaan hebben. Ja, absoluut. Maar alles uit dat Bloesemakkoord, dat is georganiseerd? Het grootste gedeelte wel. Hè. Kijk, als we dan kijken naar het zwembad bijvoorbeeld. In het Bloesemakkoord stond ook dat we geprobeerd hebben om het zwembad te privatiseren. Nou, dat is dus niet gelukt. Nee. Met allerlei factoren, daar kun je van alles van roepen en van zeggen. Dat is jammer dat niet gelukt is. De markt was daar niet klaar voor. En nu al helemaal niet meer. Dat zegt al genoeg. Daarnaast is het zo dat... Maar toch was het bijvoorbeeld van de PVDB onlangs in een commissievergadering best wel een sympathiek idee om eens te kijken. Want er is nu gekozen voor een zwembad. Ja. Dus optie 3, de 4 opties die er lagen. Ja, en optie 4 was een zwembad met iets meer tirelantijnen eraan vast. Ja. Om dat op de een of andere manier toch nog te bekostigen. Ja. Wat vond je van dat idee? Absoluut niet realistisch. Omdat de grond die Waarom daar, niet? Nou, omdat de grond die daarvoor beschikbaar is, nihil is.
Als je kijkt naar de locatie zelf ook, daar staan best wel prijzige woningen rondomheen gebouwd. Als je daar appartementen neer gaat zetten, nou dat is onderzocht, dat levert niks op. Dan heb je eigenlijk helemaal geen extra geld om dat zwembad extra aan te kleden. Dus ik vind dat is een sympathiek idee, maar het is niet realistisch en financieel niet haalbaar. Dus daarom heb ik daar ook op gereageerd zoals ik daar op gereageerd heb. En aangegeven, jongens, laten we nu met elkaar vooral realistisch blijven. En focussen op dat wat we nu wel met elkaar voor elkaar kunnen krijgen voor onze inwoners. En wellicht in de toekomst wel die toeters en bellen te realiseren met elkaar. Als er financieel wat extra is. Kijk, er is misschien financiële mogelijkheden rondom de precario-belasting. Wellicht. Wat is dat, precario-belasting? Precario-belasting is een heffing die op leidingen wordt gegeven. Bijvoorbeeld de waterleiding of gasleiding en dat soort zaken. Ja, maar dat gaat toch verdwijnen? Dat gaat verdwijnen, maar is wel misschien een bedrag wat je eenmalig nog een keer kunt inzetten om iets extra's te doen voor dat zwembad. Dat is veel realistischer als dat je zegt, ik ga die grond rijp maken om daar woningen op te zetten, appartementen, ook tiny houses is genoemd. Ja, dan moet je dan met je auto's blijven voor de bezoekers voor het zwembad. Buiten het feit dat het financieel niet haalbaar is. Ja. Dus sympathiek idee. Van die discussie vond ik wel aardig inderdaad. Was ook wel aardig, ja. De programma's, ze worden nu allemaal zo'n beetje bekend van alle andere partijen. Ja. Je ziet dat er heel veel zaken in staan, ja. Waarvan je eigenlijk al weet, dat is niet te realiseren, want er is geen geld. Ja, er is wat vind jij daarvan? Bijvoorbeeld Passenbaai, daar wordt ook weer over gesproken aan alle kanten, rondweg en een ontsluitingsweg. Ja. Is dat realistisch? Nou ja, dat kan alleen maar realistisch worden als de provincie daarin mee gaat financieren. Kijk, voor Tiel zelf. Dus er zijn opties? Dus, ja, natuurlijk zijn er opties, maar nogmaals, ik kan niet voor de provincie spreken. Maar ik vind wel, als je een wijk gaat uitbreiden, en ook wij als CDA hebben dat in ons programma staan, kijk, Passenbaai is een prachtige wijk, en het loopt nu al redelijk spaak, dat je als je zo'n wijk gaat uitbreiden, echt eerst nu over de infrastructuur moet nadenken. Ja. Want anders dan loop je daar compleet vast. En dat kan niet de bedoeling zijn. Als we gaan kijken naar de partijen die mee gaan doen bij de verkiezingen, dan zijn dat weer heel veel heilige huisjes eigenlijk. Hè? Ik bedoel, PvdA, CDA, VVD. Hoe zie jij die ontwikkeling? Ja, jij noemt ze heilige huisjes, maar het zijn lokale partijen in principe. CDA is een echte lokale partij, ook al heb je een landelijke binding. Enerzijds is dat je kracht, dat ben ik met je eens. Anderzijds is dat ook je valkuil. Klopt ook, je wordt wel eens afgerekend op wat op landelijk niveau speelt. Maar met alle respect, de mensen van het CDA die hier in de partij zitten, zijn mensen uit het buitengebied, zijn mensen uit het centrum, overal uit de lagen van de bevolking, die zich lokaal inzetten voor een partij. Ja goed, maar zoals gezegd, men haakt natuurlijk wel het CDA-gedachtegoed aan. Grotendeels wel, maar het CDA Tiel is daar heel vrij in. Kijk, natuurlijk heb je gedachtegoed wat de grondslag is van je partij, maar wel met een compleet lokale invulling wat van toepassing is op onze inwoners hier. Afgelopen periode, mooie dingen gebeurd in de stad, er is echt wel wat gebeurd, er is ook heel wat geld uitgegeven. Ja. Komende periode wordt het natuurlijk hartstikke moeilijk, want er is eigenlijk geen geld meer. Waar gaat het CDA het verschil mee maken? Nou, we zullen heel goed op de centjes moeten letten. Gaan al die partijen doen. Natuurlijk, maar dat moet nog strakker en nog beter. In die zin dat je moet roeien met de riemen die je hebt en je kunt het geld maar één keer uitgeven. En dat moet dan wel ten goede komen van onze inwoners, allemaal stuk voor stuk. Bijna elke partij heeft nu zijn lijst gepubliceerd en duidelijk gemaakt met programma's die langzaam maar zeker naar buiten druppelen. Er gaat veel veranderen, hè? Veel mensen die verdwijnen en ook weer nieuwe mensen die terugkomen. Ja, correct. Ja. Hoe vind je die ontwikkeling? Ja, ik vind het verrassend, moet ik eerlijk zeggen. Bij ons op de lijst is dat niet echt het geval. We hebben nog een steady lijst, we hebben natuurlijk een aantal nieuwkomers. Maar geen mensen die in het verleden nu weer terugkomen. Dus bij ons is dat niet het geval. Ik vind het verrassend. Ja. Verrassend, maar positief of negatief? Ja, kijk, het nieuwe jonge gezicht en nieuwe politiek, ja, dat vraagt soms ook nieuwe mensen, denk ik. Ja, maar goed, met oud-gedienden die terugkomen, haal je ook weer ervaring in huis. Ja, ervaring uit het verleden. En het hele klimaat is veranderd. Jij bent daar geen voorstander van? Je ziet liever een jong bloed erin komen? Ik vind dat je als politiek ook mee moet gaan met je tijd. Ja. En natuurlijk is het belangrijk dat er mensen in zo'n partij zitten die vanuit het verleden ook de nodige kennis en know-how hebben om jong bloed zeg maar goed te begeleiden. Dus een goede mix van oud en nieuw. Een gezonde mix van oud en nieuw is. Dat zit bij het CDA, is dat goed? Absoluut, ja.
Niet zo dynamisch als de politiek. Als we het verder hebben over de campagne van het CDA, is die al begonnen? De campagne is op 30 november jongsleden al begonnen. Toen heeft het CDA haar lijsttrekker gekozen. Nou, in die optiek zit ik hier nu ook, dus we gaan vol aan de bak. Hoe gaat de burger dat merken? We zijn al natuurlijk heel lokaal betrokken. We zijn al heel dicht, zetten we bij de burgers. We willen met die burgers aan tafel, we willen met hen in gesprek. Hoe gaan jullie dat doen? We gaan dat in één-op-één gesprekken doen. We gaan dat, krijg je druk? Ja, ik ga druk krijgen, maar dat mag ook. Mm-hmm. Ik bedoel, daar is nogal wat gezegd, hè? Daar rust dat op je schouders. Je bent lijsttrekker, dus je zult met de mensen in gesprek moeten. Dat deed ik in het verleden natuurlijk al, ook uit hoofden van alle vrijwilligerswerk wat ik al gedaan heb. Maar dat moet nu nog meer, ja. Goed, de eerste, de lekkere, warme, gezellige dagen die eraan komen. Daar gaan we jou veel plezier mee wensen en natuurlijk met jou zijn. Dankjewel. En natuurlijk voor de inwoners thuis een hele prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Hey, mag ik jou danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.